Goedemiddag, welkom bij de Bali. Ook voor de mensen die meekijken vanuit AT5 of vanuit huis via de livestream. Het is vrijdagmiddag. Dan is het bij ons tijd voor Plein Publiek. Elke week een andere maker van Nederlandse bodem, met wie we in gesprek gaan over makerschap. En dat doen we in de Pleinzaal hier, dat is onze studio. We kijken uit op het Leidseplein in Amsterdam. Vanmiddag zit naast mij Florentijn Hofman. Hij noemt zichzelf een beeldenmaker. Ik zou zeggen, het is ook een ontwerper van groot formaat, zou ik zeggen. Omdat hij hele grote werken maakt die heel zichtbaar zijn. Maar ook omdat zijn werk internationaal bekend is. En hij dus ook heel erg internationaal bekend is. Wij zitten hier dus in een intieme studio. Maar hij heeft ook tijden gehad dat hij in China niet over straat kon. Omdat mensen, achter hem aan zaten. Of in ieder geval hem allemaal herkenden. In China is hij heel onder andere beroemd geworden vanwege zijn iconische bad-eenden in de haven van Hongkong. In Nederland is er ook van alles te zien. Ik noem een paar dingen. Het feestaardvarken in Arnhem. De bospoldervos in Rotterdam. Of hier in Amsterdam, de Staalman in Nieuw-West. En zoals je kan zien, al dat werk is in de openbare ruimte. En nou, hoe je die werken maakt en hoe je dat doet voor openbare ruimte kunst maken in plaats van voor een museum, daar ben ik heel in geïnteresseerd. Dus daar zou ik het heel graag met hem over willen hebben vandaag. Welkom. Goed dat je er bent. Dank je wel. Kom je net uit Azië of kom je gewoon Ik ben nu weer een week geland, maar ik ben een maand lang in China geweest. En daar ben je veel tijd? Het was mijn eerste trip weer sinds 3 jaar. Ik ben in de hele COVID-periode niet in China geweest. Dat vond ik te heftig, te moeilijk. Je moest in quarantaine, je wist niet waar je belandde. En kunst is mooi, maar niet alles waard. Maar al die tripjes, al die afspraken, al die ontmoetingen en ook een hart onder de riem steken van al mijn partners zorgde ervoor dat ik toch wel een aaneengeschakelde reis van bijna een maand nodig had om iedereen weer te zien. Ook werk te bekijken die ik had geproduceerd, maar zelf niet had bekeken of gezien. Oké, dat kan ook dus. Dat kan dus ook. Ja. Ik moet zeggen, ik ben net weer terug en net weer een beetje geland. Maar met superveel gedachten ook weer in mijn hoofd. Ja, en ik zat dan te denken, want je vertelde net van tevoren van ik woon in de bossen in de buurt van Arnhem. Kom niet zo vaak meer in Amsterdam. Dan loop je van de parkeergarage zo over het Leidseplein naar hier. En wat zie jij dan als je om je heen kijkt? Ja, ik zag... Ik zag natuurlijk dat Leidseplein, dat ken ik een beetje. Hij is redelijk recent vernieuwd. Zag je dat het nieuw was? Of nee, niet? Dat heb ik niet gezien. Ik heb die store hier om de hoek gezien, wat in het nieuws is gekomen. Dat zag ik. Op een gegeven moment zag ik de hagedissen of de varanen, die ik in mijn studententijd ook heb gezien. Mm-hmm. En waar ik naast heb gezeten. Ja. En nu erachter kwam dat het van Hans van Houwelingen was en dat helemaal opgepakt is. Een parkeergarage voor fietsen onder zit volgens mij. En dat het een troepje is. Dat heeft hij gezegd of gelezen. Heb ik gelezen. Voor de rest, het is een heel interessant plein, want er gebeurt van alles. Dus ik heb niet aan die paar minuten genoeg, zeg maar, om echt een oordeel te vellen over dit plein. Maar die tram, dat internationale verkeer, die toeristen, dat gezellige. Iedereen op terrasjes, biertjes drinken en zelfs om de hoek, rug aan rug. Best heftig ook. Ja, en ja, kijk, ik ben dan benieuwd, als jij door een openbare ruimte loopt, denk jij dan bijna in werken of in beweging, of is dat heel specifiek op het moment dat je een opdracht krijgt voor deze ruimte of dit gebied moet ik iets gaan maken, dat je dan die blik aanzet, of is dat altijd aan? Nou, het eerste wat ik hier wel zag was het traffic, dus de hoeveelheid mensen. En dat is natuurlijk interessant, want dan heb je kijkers. Dan zit je gewoon publiek, zie je. Heb je publiek. Ja, ja. En kunst heeft toch ook wel publiek nodig. Dus dat vond ik sowieso leuk om te ervaren. Je ziet die tram, dus daar zit publiek in dat voorbij schijnt. Voor de rest zitten er heel veel mensen, zeg maar, in de plint.
een bier te drinken. Ja, een plint van gebouwen. Dus op de terrasjes of in de koffieshop. Die kijken op het plein. Ja. Dus zo heb je al heel veel verschillende perspectieven. Ja. En je hebt inderdaad één groenstrookje met daaromheen wat verharding hier achter ons. Hè. Maar daar ligt al een leuk kunstwerk. De ruimte is een beetje op. Het is een beetje vol. Ja, en ik had jou gevraagd om van tevoren iets mee te nemen wat je recent had geïnspireerd. En daar vertelde je net, je bent natuurlijk net uit Azië gekomen. Even een enorme overschakeling van het Leidseplein naar een plein in Azië. Ja. Maar jij stuurde mij deze video, daar kijken we even naar. Waar is dit? En dit is in Chengdu. Dit is een shopping mall. En die shopping mall die mocht niet de hoogte in. Want daarnaast, naast dit terrein, staat het grootste pand van China, een congrescentrum. En ze wilden absoluut niet dat dat ging concurreren met een shopping mall. Maar wat hier gebeurt is super interessant. Hier zie je dat het gewoon droog is. Hè? Het is een shopping mall. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik ben de naam vergeten. Misschien heb jij het opgeslagen. Die heb je wel verteld, maar nu kan ik nu ter plekke ook niet meer verzinnen. Nee. Maar alles speelt zich beneden af. En alle grote merken hebben daar stores. En, onder de grond. Onder de grond. Ja. En of het nou verkoopt of niet, dat boeit helemaal niet, schijnt. Dat ze er zijn, dat is belangrijk. En die shoppingmalls in China, die zijn de afgelopen 10 jaar... en die volg ik dus ook al 10 jaar, ontzettend ontwikkeld. Van gewoon keihard verkopen tot verblijf. Nou, wat je hier ziet is iets wat die architecten van dit shoppingmall of deze shoppingmall hebben bedacht. Een buitengebied hebben ze gecreëerd waarin mensen die met Instagram en socials bezig zijn, uit hun dak kunnen gaan. Dus ik liep daar rond en toen dacht ik, dit is geniaal. Ze hebben gewoon een regen gecreëerd in een klimaat waar het gewoon 29, 30 graden is en gewoon hartstikke warm. Waarin allemaal hipsters, jongsters, gewoon met camera's bezig zijn om de mooiste poses achter regendruppels of in de regendruppels te maken. Om zich zo te profileren. Of zich te verwonderen. Want dat is het ook. Hè? Dus ik vind het ontzettend goed kunstwerk eigenlijk. Ik was er eerlijk gezegd wel een beetje jaloers op ook. Het zijn 5 enorme pilaren waar gewoon water uit komt spuiten. En zo simpel kan het soms zijn. En wat vind je er dan heel goed aan? Want je zegt, ja, ik had het eigenlijk zelf bijna ook willen maken. Nou, wat er zo goed aan is, is dat mensen daar speciaal voor naartoe gaan. Ja. Om beeldafsneden te maken. Met zichzelf bezig te zijn ook. Maar ook gewoon beeld te maken. Dus ze zijn bezig met hun ogen. En daar gaat kunst uiteindelijk om. Dat je kijkt. En dat je getriggerd wordt. En dat dat iets met je doet. Hier zie je een mooi boy met een rode rugzak. Het kan dus ook plat en commercieel voor iets zijn. Maar ik zag ook gewoon heel veel jongeren daar rondlopen die het gewoon geweldig vonden om regen op hun gezicht te krijgen. Terwijl als het regent, dat het helemaal niet zo fantastisch is. Nee, dus eigenlijk zeg je, de manier waarop het ontworpen is, ga je eigenlijk bijna via het kader van een fotoobject of via een fotocamera naar die ruimte kijken. En dan kijk je op een andere manier naar regen eigenlijk, of naar water. Ja, die ontwerpers die hebben iets heel goeds gedaan. Die hebben daar gewoon een feature in hun shoppingmall aangebracht, wat gewoon mensen trekt. En wat eigenlijk iets doodnormaals als regen gewoon op een andere manier laat zien. En dat is wat mij betreft een applaus waard. Ja, ik moest denken aan er opent vandaag een expositie in het Stedelijk van Nan Goldin. En daarbij werd specifiek op de allereerste, ik ben nog niet bij de expositie geweest, maar in de opening zegt zij in een soort videoboodschap tegen de kijkers, maak geen foto's. Dus je mag alleen maar kijken, je mag geen foto's maken en het ook niet naar buiten brengen. Wat vind je daarvan? Nou, ik snap dat wel. Ik denk dat soms heel vaak, niet soms, maar heel vaak, en soms, die camera tussen ons, onze waarneming en in onszelf instaat. Absoluut. Dus ik denk dat je eerst moet kijken en dan moet denken en dan moet genieten en nog een keer terug moet lopen. En dan misschien eens een keer die camera trekt,
kijken hoe je zelf weer daar een mooi beeld uit kan destilleren. Maar tegenwoordig wordt beeld gewoon gemaakt als een soort van een soort van fotoboek. Je moet het toch opslaan, want anders ben je er niet geweest of anders heb je niet geleefd. Mm-hmm. Terwijl dat echt waarnemen en voelen en ook als het kunst betreft, wat dat betreft, dat het iets met je doet, met je gedachten, is natuurlijk veel kostbaarder dan alleen opslaan. Ja, maar is dat dan anders? Want je zegt net, ja, waarom is dat kunstwerk of die architect die we daar net naar zaten te kijken, waarom is dat zo goed? Zei je ja, ook omdat het heel veel mensen trekt die daar dan foto's van gaan maken. Maar dat, is dat dan heel anders volgens jou? Nou, ik had misschien wat uitgebreider moeten zeggen wat ik daar zo goed mm-hmm. aan vind. Nee, dat gewoon regen, druppels water op jouw gezicht komen, op je jas. Terwijl je zag die grens daarnaast gewoon droog is ja. Gewoon geniaal. Dus dat mensen, en zeker in Azië, fotograferen gaan, is één ding wat kun je er niet omheen. Ja. Nee, dat was echt shocking. Ik heb dat echt als shocking ervaren. Alles. Ik wilde een bubble tea halen. Iemand had gezegd, ze hebben me heel China door laten vliegen. Mm-hmm. En met de trein waar ik kon. En ik was op een airport. En iemand had gezegd, daar moet je een bubble tea halen. Want dat is echt, echt goed. En dus ik daar naartoe. Ik had het gevonden. En ik wilde bubble tea bestellen. En of ik WeChat had. Nou, dat heb ik. Dat is de Chinese WhatsApp. Mm-hmm. Maar dan moest ik even gaan scannen. Maar ja, ik ben buitenlander en dan kan je je creditcard niet aan die WeChat koppelen. Dus ik zei, nou, dat lukt me niet. Hoe kan ik anders betalen? Ik heb een creditcard. Nee, kon ook niet. Ik kon gewoon niet betalen. Ik kon geen bubble tea halen. Ik had cash moeten hebben. Mm-hmm. Dat was dan nog een mogelijkheid geweest, maar dat had ik niet. Ja. Alles gaat daar met de telefoon. Als je taxi wil, als je eten wil. Dat gebeurt hier natuurlijk ook al. Maar in den extreme. Extreme van ja, de echt bizar. Mensen rijden scooter in. Tussentijds zijn ze gewoon aan het bellen. Gewoon met thuisfront of met vrienden. Berichtjes worden gestuurd. Dat gebeurt hier ook. Maar echt heel anders nog. Die telefoon is gewoon een soort van... dat zit tussen jou en mij in. En... hoe ga je daar, want een aantal ontwerpen die je daar gemaakt hebt, die gaan er ook op in. Ja. Wat kun je daar dan nog mee als kunstenaar? Hoe kun je daarmee spelen? Of daar tussenin breken? Lukt dat? Nee, daar heb ik niet. Ik heb niet de gedachte dat ik daar veranderingen in kenteringen kan aanbrengen. Wat ik wel eens heb gedaan in een lezing. Ik ben naar een middelbare school gegaan en dat doe ik wel vaker. En dan geef ik een talk. Een gesprek vaak. En dan zeg ik tegen die gasten dat ze hun telefoon uit het raam moeten flikkeren. En dan lachen ze erom. En ze snappen precies waar ik het over heb. Iedereen weet het ook gewoon. Want het is ook wel iets... Kijk, dat systeem in China weet precies wat je doet ook, hè, daardoor. Het is niet voor niets dat het... Dus het lijkt misschien nog wel een beetje onschuldig tot nu, wat ik vertel erover. Maar het gaat natuurlijk veel verder. Dat het je stappen volgt en ook echt volgt. Ja. Je weet precies wat jij doet. En dat is natuurlijk wel iets wat... kijk, dat je een camera gebruikt voor fotografie is iets anders dan dat het tussen mensen in gaat staan. Ja, ja. Ja, we gaan misschien zo nog even over Azië, maar voor we het helemaal over het systeem, beveiligingssysteem in China gaan hebben, even terug naar jouw werk. Ik was benieuwd naar wat jij hebt op de academie in Kampen gezeten, dat kennen we nu als Artes. Toen je daar studeerde, dacht je toen al meteen, ja, ik wil die buitenruimte in met mijn werk. Ja, ik geloof dat ik na het eerste jaar gewoon eigenlijk niet in mijn atelier was. Dus we kregen klassikale opdrachten en dan was ik ook wel op de academie. Maar al heel snel ging ik gewoon de buitenruimte in. Nam ik de boemel naar Zwolle. Of ging ik naar Rotterdam of Utrecht. Mm-hmm. Ik zocht de stad op. Ik zocht mensen op. Daar was ik bezig met mijn projecten die ik van school kreeg, de opdrachten, die probeerde ik in de openbare ruimte al ten uitvoer te brengen, toen al. Ja.
Werd dat gestimuleerd? Vonden ze dat een goed idee? Of zeggen ze, ga dit terug, dat atelier in? Nee, ze misten me wel in het atelier. Ja. En wat dat betreft was die academie best wel klassiek en ouderwets. Je hoorde gewoon... ik heb ook ooit één les, een soort van zin onthouden van een docent. Die zei, je moet gewoon in je atelier zijn. Maakt niet uit wat je doet als je er maar bent. Want dan dat draagt bij aan het proces. En... ik wist niet of ik daar mee eens was eigenlijk. Ik ging veel liever de buitenruimte in en liet me inspireren van wat ik tegenkwam. En ook reageren op. Ik moet ook zeggen dat ging ook steeds beter en het werd ook steeds leuker. En wel kun je herinneren wat het allereerste was wat je in de openbare ruimte deed, waarvan je zegt, ja, nu doe ik wat. Of nu heb ik iets gemaakt wat iets doet in die ruimte. Ja, ik heb het wel eens genoemd al, maar ik werkte toen de tijd nog in een van de beter lopende VEBO's in Nederland, in Emmen, tegenover het Noorderdierenpark. Mm-hmm. En in de weekenden, en ik deed dat ook al in mijn HAVO-tijd. Toen ik naar de academie ging, hadden we volgens mij een monumentale opdracht om een stapeling te maken. En ik was al jarenlang de koning van het terras daar. Dus ik vroeg mijn baas of ik na sluitingstijd het terras mocht opstapelen. En dat haalde de Emmer Courant natuurlijk meteen, want daar gebeurt nooit iets in Emmen. En toen wel. Maar dat was echt een ding van 8 meter hoog of zo, die ik opstapelde. Tafeltjes en stoelen. Het had niet heel veel om handen, maar het was wel iets wat ik vond het wel heel erg tof om te doen. Ja, ja. En op jouw website er staat een artist statement. Jij gebruikt daar het woord, ik ben een beeldend essayist. Dat vond ik best een verrassende keuze. Wat bedoel je daarmee? Nou, iemand heeft dat ooit over mij geschreven en ik vond het eigenlijk wel heel mooi. Ja, oké, dat is ook een antwoord. Maar voel je een essayist dan misschien? Nou, ik hou wel van verhalen vertellen. Verhalen, overleveringen, zagen, legenden, dat is toch iets wat al 1000 jaar in de mensheid zit. En ook in de beeldende kunst, wat mij betreft. En kijk, ik maak vaak uitvergrote, geabstraheerde diervormen, onder andere. En die menselijke handelingen ondergaan of zoiets. En die hebben een narratief in zich. En die maken een verhaal. En vandaar dat dat essay erin is geslopen, denk ik. En is het verhaal... Want je plaatst het in een buitenruimte. En het is natuurlijk echt anders dan als je het in een museum plaatst. Zit dat essay ook in het feit dat het daar staat? Heeft dat met die buitenruimte te maken voor jou? Kijk, in die buitenruimte is er geen één verhaal. Er zijn er gewoon... Nou, als je hier zo buiten loopt... in een paar minuten al 1000 verhalen. Mm-hmm. Iedereen kijkt anders. En dat vind ik ook, geloof ik, zo mooi aan werk in de buitenruimte. En hetgeen wat ik heb gedaan, dat is één verhaal ook. Of dat is een gedachte soms, of een vraag. Mm-hmm. Maar doordat het daar staat, krijgt het gewoon lading en krijgt het verhalen. En iedereen neemt dat verhaal mee naar huis of groeit daarmee op. Je noemde net het Veestadvark in Arnhem. Dus de hele generatie jeugd die naar de bibliotheek ging in Arnhem Centrum. Maar voordat ze de bibliotheek in gingen, gingen ze eerst over het Veestadvark kruipen, klauteren, klimmen. En ging dat fysiek ook nog eens wat aan. En iedereen die slaat iets op zijn eigen manier en maakt zijn eigen verhaal daarmee. En dat vond ik zo mooi aan die uitleg. Ja, ja. Ik wilde op één werk inzoomen, want ik dacht, dan krijg je een beetje dat proces van hoe dat gaat en hoe jij dan een verhaal tussen al die andere verhalen neerzet. Heb toch heel even voor Amsterdam gekozen, want ik denk, ja, misschien dat mensen van AT5 dan denken, ja, dat ken ik. Dus we gaan even naar de Staalman. Volgens mij hebben we daar ook een afbeelding van. In 2011 gemaakt, maar als ik het goed begreep, is dat proces veel langer en is dat in 2005 begonnen.
Hoe gaat het dan? Krijg jij een opdracht van de gemeente? Schrijf jij de gemeente aan, ik wil daar een werk maken? Waar begint zo'n werk voor jou? Nee, credits waar credits nodig zijn. Jeanne van Heeswijk, een van de belangrijke kunstenaars mm-hmm. in Nederland aangaande kunst in de wijk. Met buurtbewoners, sociaal geëngageerde kunst. Die vroeg mij of ik de Staalman wilde maken. Want zij had samen met de buurtbewoners het plein ontworpen en bedacht. Ja. En zij vonden dat er in en op dat plein een Staalman moest komen. En waarom een Staalman? Het heet het Staalmanplein. Ja, en wat is dan een Staalman? Dan ga je, ja, ja, dan nee, moet je hem neerzetten. Die vraag was er, wat is dan de Staalman? En toen begon je vroeg me mee te nemen in het proces. Toen volgden er 6 woensdagen dat ik met de buurt, met jongeren sprak over hoe de buurt was, wat er opviel en wat de Staalman was. Ik was ook benieuwd. Wat is een Staalman? En dan heb je zo gesprekken wekelijks. En op een gegeven moment bedacht ik mij dat... het was best een ruige buurt tot op die tijd. Veel flats die werden gerenoveerd. Veel criminaliteit hoorde ik ook. Dus ik nam een beertje mee. Nou, hier staat vandaag ook een beertje. Maar net een andere. Het beertje dat standvastig met wijde benen, gespierde armen, daar stond. Potig te zijn. Mm-hmm. Zijn mannetje. En ik zette dat beeldje neer op de tafel. En ik zei tegen die gasten met wie ik dus wekelijks sprak. Kijk, dit zijn jullie. Jullie zijn beren. En dus, nee meneer, we zijn geen beren. Maar toen begon het interessant te worden. Waarom dan? Uiteindelijk nog een aantal sessies erbij vond ik toch ook wel dat er iets ontbrak aan dat beertje. En toen kwamen we samen tot de gedachte dat er een kussen onder moest komen ten opzichte van de criminaliteit die daar heerste, kussengevechten. Maar ook die kussen stond voor die totale renovatie en ook stadsvernieuwing. Nieuwe mensen die kwamen er wonen, mensen die er woonden moesten weg. Dus het ging eigenlijk ook over je bed, je huis. Het plaatsen van je huis. Ja, daar staat die kussen eigenlijk voor. En ik vond het heel mooi, die dingen kwamen samen in gesprek met die mensen. En toen ben ik verder gaan ontwerpen. En dan wordt die gemaakt uiteindelijk. Dus het begint eigenlijk wel bij het gesprek met die buurt. Is dat altijd zo? Nee, in dit geval ook omdat Jeanne van Heeswijk daar natuurlijk zat met dat project van haar. En zij zat al heel erg in die wijk. En dus ik kon gewoon meerollen in het proces. Ik vond het wel heel erg leuk. Maar ik vond ook wel dat ik degene moest zijn die het beeld ontwierp. Dus ik liet me beïnvloeden door wat ze zeiden. En samen hebben we uiteindelijk dit beeld dan bedacht. En in hoeverre, want je hebt natuurlijk in die openbare ruimte van alles, je hebt mensen die daar wonen, dus daar ben je net over aan het praten van hoe je in gesprek met hun inspiratie opdoet voor dat ontwerp van dat beeld. Je hebt natuurlijk ook de bestaande architectuur. Je hebt vast iemand van de gemeente die daar ook nog een idee over heeft van wat voor uitstraling dat moet hebben. Hoe werkt dat allemaal in op jouw werk of op jouw ontwerp? Dat is toch de hele tijd een soort spanningsveld? Nou, dat laatste eigenlijk niet. Anders zou dat iemand iets moet vinden ervan of ook een bepaalde smaak heeft, dat geldt niet. Maar als een gemeente het idee heeft, we gaan een kunstenaar vragen om iets in die openbare ruimte te doen, zeggen ze dan hier, dit is het en verzin wat het wordt. Goede gemeente wel. Ja, die zoekt haar kunstenaars meestal ook middels een pitch. Ja. In dit geval niet dus. Was van Jeanne daar al en die nodigde mij uit. Dus dat was ook een andere situatie. Maar over het algemeen is het een pitch. En dan worden er meerdere kunstenaars uitgenodigd om een ontwerp te maken. En dan na aanleiding van het ontwerp volgt een keuze en dan een definitief ontwerp. Okay. Ja. Nou, ik had het idee dat het veel groter gevecht zou zijn af en toe. Nou, het kan ook. Je kan ook een longlist eerst maken. Ja, nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, als ik naar jouw werk kijk, het zijn enorme werken. Het nemen enorm, hebben enorme invloed op hoe die ruimte eruit ziet. Heb je nog nooit daar een soort weerstand of tegenstand van de opdrachtgever of een soort mening over het moet die kant op staan? Of nee, als je hem net draait, dan komt dat beter uit? Of... Ja, dat is mijn werk. En in de presentatie gaan ze om.
iedereen loopt met mijn onderwerpen weg. Nou, heerlijk. En, dat is ook heel lekker, maar dat is ook iets waar ik heel goed in ben. Ik doe dit ook inmiddels 24 jaar. Ja, dat snap ik. En ik heb ook heel veel geprobeerd. En ik heb ook best wel slechte dingen gedaan, denk ik. Maar je bent je zo bewust van die plek ook. En je bent je ook zo bewust van die verantwoordelijkheid die je hebt. Want dat is het wel hoor. Het is niet vrolijk langs de kern. Het is, je probeert wel echt datgene te raken en te pakken wat daar speelt. Zonder dat het populistisch wordt of dat het makkelijk wordt. Maar het moet die lagen houden voor dat algehele publiek, zeg maar. En daar toets ik het aan. Maar ik laat me ook inspireren op geschiedenis, over sociale samenstelling van de wijk. Verhalen die gaande zijn. En vaak komt daar, ik noem het altijd een soort van cocktail. Dat zijn ingrediënten die je erin gooit. Mm-hmm. En dan ga je shaken en dan krijg je gewoon die Hofman. En als je heel lang dat proces, want dat is natuurlijk soms met bewoners of met opdrachtgevers, dat is een lang proces. En dan heb je het moment dat het werk geplaatst wordt. Weet je dan eigenlijk al van tevoren, ja, zo gaat het vallen? Of ben je daar nog zenuwachtig voor op het moment dat dat echt geplaatst wordt? Nou, vaak, en dat vind ik ook heel erg leuk, in Nederland werken. Wij werken dan op locatie. En dat is ook één onderdeel van mijn werk. Ik wil heel graag het werk langzaam, brengen. Mm-hmm. Dus de omgeving ziet ook het groeien. Ja. Je zag net een beeld van de Staalman. Die hebben op locatie gemaakt. Nou, wat krijg je dan? Dat mensen op een gegeven moment beginnen ze te zien dat het iets wordt. Fundering is gemaakt. En dan komen de poten bijvoorbeeld. En mensen komen naar buiten. Die beginnen te praten aan het Heras hekwerk. En daar sta je dan elke dag tussen? Om dat ons team, het team moet altijd bewoners te woord staan. En vertellen, tijd voor nemen. Want implementatie van een kunstwerk is veel belangrijker dan het werk wat je dan op dat moment aan het doen bent. Want ik geloof dat niemand er wat aan heeft als werk gewoon tegen de haren instrijkt. En het is ook heel erg makkelijk. Ik heb ooit een les geleerd van een schilder. Ik maakte in Rotterdam in 2002 het project Beukels Blauw. Dat was een pandenreeks van 115 meter. Volgens mij hebben we ook een afbeelding van dat blauw, helemaal blauw plaatje. Ja, ja. En nou, de deelgemeente Delfshaven vroeg mij of ik met een graffiti kunstenaars een schutting kon maken ervoor. Want dit pandenreeks van 24 panden, geloof ik, moest afgebroken worden op de duur. En toen zei ik nee, we doen het anders. Ik ga het van top tot teen helemaal schilderen. Dakpannen, antennes in kluis. En gedaan. Veel beter dan een schutting natuurlijk. Ja. Super monumentaal, mooi werk geweest. In de harten van de Rotterdammers gesloten. Die schilder die het voor mij uitvoerde, die had een prachtig verhaal over dat hij in een woningcoöperatie zeg maar de deuren in de kozijnen moest schilderen om de 4 jaar. En dan kwam hij weer in die wijk en dan kwamen de buurtbewoners naar buiten en die zeiden, mijn schilder, waarom moet het groen? Geel was zo mooi. Ja, mevrouwtje, wacht maar, zei hij dan. En 4 jaar later was hij er weer en dan ging hij het blauw schilderen. Maar schilder, die kleur die het was zo mooi. Alles heeft te maken met gewenning. Ja. Uiteindelijk zijn wij. Dus daarom moet dat proces eigenlijk, zeg je, ook langzaam. Want mensen moeten langzamerhand mee in de gewenning. Dat er ineens een enorm werk voor hun deur staat. Ja, je ziet heel vaak als werk uit het atelier komt. Er wordt gewoon plop in 1 dag geplaatst. Mm-hmm. Dan ontstaat ook heel veel weerstand. Zeker als het een werk is wat misschien iets minder goed uitlegbaar is. En dat is een tweede natuurlijk in mijn werk. Het werk is vaak zo esthetisch vormgegeven dat dat ook wel een soort van warme douche geeft. Zo, het is niet abstract of hard of zoiets. Nee. En wanneer vind jij dan dat het werk geslaagd of geland of geïmplementeerd is? Moet dat dan omarmd zijn door de bewoners of moet het iets toevoegen aan die ruimte? En als het die ruimte, wat voegt het dan? Wat voor iets moet het aan die ruimte geven? Nou, even weer terug naar dit project. 4 jaar later, het
het project bestond al lang niet meer, stond ik op de rotonde, op de Coolsingel. En mijn raampje open, het was zomer. En naast ons stopte een motor met twee jonge mensen. En in die helmen hoorde ik... Kijk, daar Slorik en Hofman. Die van de blauwe gebouwen. En toen dacht ik, wauw. Nou, dan heb je toch iets goeds gedaan. Ja. En in hetzelfde jaar hoorde ik iemand zeggen bij een veiling voor huizen. Dat was ook al, toen was het pand er al lang niet meer. Of het werken al lang niet meer, zo moet ik het zeggen. Hoorde ik iemand zeggen aangaande een woningblok wat verkocht zou worden. Of te koop stond waar je op kon bieden. En iemand vroeg, waar is dat dan? Ja, naast de blauwe gebouwen. En dat was er al niet meer. Mm-hmm. Dan denk ik, dan heb je het goed gedaan. Want dan is het omarmd door de stad. Ja, de bewoners. dan heeft het gewoon een verhaal bij iemand. Dan is het opgeslagen en dan is het een herinnering geworden. En uiteindelijk leven we, denk ik, als mens op aarde om herinneringen te sparen. Daar geloof ik heel erg in. En dus verhalen te delen ook. En ben je dan als ontwerper ook bezig met voor hoe lang het daar dan staat? Want je hebt natuurlijk in die zin, kijk, als je een werk maakt en het hangt in een museum, dan kan het verplaatst worden, kan het in een archief worden gezet. Maar die omgeving verandert natuurlijk best wel mee. Als je het hebt over die wijk in Nieuw-West, nou kan zijn dat die wijk enorm gentrificeerd is, dat er nieuwe gebouwen bij komen te staan. Ben je dan als ontwerper bezig met, ja, het past nu in de ruimte zoals die er nu uitziet, maar als die over 5 jaar veranderd is of over 10 jaar, dan is die na een tijdje misschien wel klaar? Ja, dat kan heel goed. Ik denk dat de staalman wel de gatekeeper van de community daar blijft. En dat ook zo'n ontworpen beeld is dat wel duurzaam is, wat dat betreft. Maar ik heb geen enkele ijdele hoop dat mijn werk permanent moet zijn in de openbare ruimte. Sterker nog, ik vind het veel fijner als het weggaat. Want, nou ja, goed, dan moet je het dus opgeslagen hebben. Moet je dus bewust zijn geweest van je eigen omgeving. Dus dat houdt in dat jij als kijker gewoon hebt opengestaan in die tijd. En dat is denk ik het belangrijkste voor mensen. Dat ze dingen, veranderingen zien en waarnemen en opslaan. Je kent ze wel, de bronzen beelden van de koningen en de koninginnen en van beleidsmakers en waar je aan voorbij loopt, die je al niet meer ziet. En is dat dan omdat die passé zijn op een bepaalde manier? Of zeg je, ja, die zijn zo normaal, die zijn zo'n onderdeel van de omgeving geworden dat we het niet meer opmerken? En dan is het een herinnering geworden of dan is het een... Ik denk dat het beide is, maar ik denk dat... mensen, en zeker in een stedelijke omgeving, af en toe gewoon een frisse blik nodig hebben. Ik maakte het werk in Örebro in Zweden. Daar had je midden op het plein een stadsheld, Engelbrecht Engelbrechtsson. En dat was een soort van warrior. Mm-hmm. En daar legde ik een heel groot geel konijn tegenaan. En tijdens de bouw wisten de mensen uit Örebro al niet eens meer waar dat beeld tegenaan lag. Die hadden dat niet meer op een netvlies. En dat gele konijn wel. En ook voor een periode van 3 maanden. Toen hebben we het weggehaald. En wat kwam er weer tevoorschijn? Engelbrecht Engelbrechtsson. Dus ik vond het heel mooi dat je dus af en toe iets kan doen... wat mensen gewoon weer met een frisse blik naar hun ruimte laat kijken. En dus ook de ruimte en ook een soort van beweging in gang zet... dat meer moet gebeuren. Dus het is heel goed om een festival te bezoeken. Mm-hmm. Omdat het festival doekt weer op. Maar de momenten die je daar hebt gehad zijn wel priceless. Ja. En dat is zo mooi aan een festival. En dat kan ook mooi zijn aan beeldende kunst dat heel tijdelijk is. Ja. Daar moet je bij zijn geweest. Als je niet bij bent geweest, pech, dan had je uit je luie stoel moeten komen. Of niet altijd achter dat beeldscherm moeten zitten. Maar die meeste werken van jou, die staan er toch eigenlijk best wel lang? Nou, er is wel een kentering gaande. Ja? Ja, het heeft ook te maken met budgetten natuurlijk. En op een gegeven moment, ja, in de kunstwereld... Dat het duurder wordt, waardoor ze willen, dan moet het er minimaal zo lang staan. Ja, ja. Maar de Bospol de Vos is semi-permanent, ook contractueel. Dus over 10 jaar... Ja, wie bepaalt eigenlijk wanneer dat weggaat? Samen met de opdrachtgever doe je dat. Okay. Maar die staat er nu 2 of 3 jaar. En die zal er nog 7 jaar maximaal staan. En dan moet er iets mee gebeuren. Maar het lijkt mij fantastisch als hij naar een andere plek in Rotterdam loopt. Waar hij ook weer iets kan doen. Ja. En dat dus zou... is niet vast voor, je zegt dat ontwerp heb gemaakt voor die plek.
Maar dat kan ook weer verplaatst worden. Dat kan. Dat maakt het niet, dat is niet fundamenteel ander werk geworden. Nou, dat is een hele goede vraag. Want we hebben het net over het Veestadvark in Arnhem gehad. Dat is weg inmiddels. Ja. Ook op aanvraag van mij. Ja? Ja. Want? Verschillende redenen. Maar het is op dit moment weg. Het ligt bij de neushoorn. Dat wil ik niet vertellen. Nee, dat doet er niet toe eigenlijk. Ligt nu bij de dierentuin, want zij zijn opdrachtgever, ook eigenaar van het beeld. En heel Arnhem wil het beeld terug. En iedere wijk roept hier, hier, hier. Maar de eigenaar daarvan, Alex van Hoof, die heeft een dierentuin. En die heeft altijd alle Arnhemmers willen bedienen. En die heeft een ontzettende plicht tot rechtvaardigheid. Of rechtvaardigheidsdrang heeft die. En die wil dat gewoon goed doen. Dus heeft een probleem. En met de gemeente, die willen het ook heel graag. Maar waar dan? En voor wie dan? En dus nou is er een plek, die heb ik ook uitgekozen, waar die volgens mij heel goed kan liggen. Maar dan moet de politiek eroverheen, buurtbewoners. Het is wel heel lastig. Wordt het werk ineens veel politiek? Bijna een politieke keuze. Ja, en tot op heden ligt hij dus nog steeds bij de neushoorns. En nu al 1,5 jaar lang. En iedereen mist hem. Of mist het werk. Dus het moet nu wel gaan gebeuren. Want het is een waanzinnig werk. Ja. Maar zo kan het dus ook een periode even niet zijn. Maar straks als het terugkomt, heeft het nog eens een extra lading. Omdat hij natuurlijk ook al eerder ergens heeft gelegen. En volgens mij is dat heel erg goed en interessant ook. Ja, en wil ik toch weer even naar Azië verplaatsen. Want we hebben nu over een aantal werken gehad die in Nederland te zien zijn. Maar na een tijdje ben je steeds meer in Azië gaan werken. Gaat het daar heel anders? Is dat een totaal andere omgeving om dit soort kunst te maken? Ja, dan gaat het heel erg anders. Hoe anders? Ja, er is al heel veel meer budget. Ja. Dus je kunt... Is dat ook misschien in eerste instantie dat je dacht... Ja, ik ga het daar eens proberen, want de ruimte is groter, de budgetten zijn groter. Nee, ik heb nooit gedacht, ik ga het daar eens proberen. Want ik heb altijd reactief gewerkt. Ik heb nooit iemand aangeschreven om ergens dat ik dacht, nou, daar moet een werk komen. Mm-hmm. Maar ik heb een bijnaam in Azië, Papa Duck. En Papa Duck is beroemd geworden. En ook de badeend is beroemd geworden. Dus dat heeft heel veel deuren voor mij geopend. Ja. En... Ja, door die deuren die zijn geopend, heb ik gewoon heel veel kans gehad om te spelen. En om met grotere budgetten gewoon een ander soort werk te maken. Alles is mogelijk. Dat is fantastisch aan China. Tot een week voor de opening, dan blijkt het heel ergens anders te staan. Wat? Je werk. Ja, oké. Okay. Dan staat het niet daar, maar dan staat het ineens... Dan ja, hebben ze besloten dat dan het Dan is daar... er besloten van bovenaf. En wie is die bovenaf? Ja, geen idee. Er zit geen gezicht aan, geen naam. Ja, dat is toch iets... Nou, als je dat eenmaal in je armen hebt gesloten, die gedachte dat dat kan gebeuren, dan is het best wel oké om daar te werken. Maar ja, sorry hoor, ik blijf even hangen bij dit. Ja, ik bracht het ook even heel plomp. Maar... Nee, oké, maar je maakt een ontwerp en je bent helemaal bezig met waar die terechtkomt, hoe die met alles, hoe die met de omgeving speelt. Ik bedoel, als je een enorm werk naar gaat, heb je over schaduwen, heb je over... En dan een week van tevoren wordt die plomp ergens anders neergezet. Ja. Ja. Is dat werk dan... Dat twee ja. van de 10 werken gebeurt daarmee. Oké. Okay. Ja. Omdat ineens is gebleken dat er... Nou, bijvoorbeeld, onlangs... Nou ja, vorige maand heb ik geleerd... ze zijn als de dood voor branden geworden in China. Gewoon, er zijn met ongelukken geweest. Er is natuurlijk heel veel high-rise, heel veel hoge gebouwen. Als dat fout gaat, dan gaat het ook meteen goed mm-hmm. fout. Met veel mensen erin. Yeah. Bedrijfsruimtes, maar ook huizen. De brandweer is breder geworden. En dus voorheen kon dit beeld precies
daar in die tussenruimte of in die buitenruimte staan. En met infrastructuur ernaast in een gazon of een, mm-hmm. of weet ik veel wat, of een gebouw. En dan door die regelgeving van of dat die brandweerauto breder is geworden, past het ineens niet meer. Dan moest hij een stukje. Maar dat wilde ik dan weer niet. En dan met elkaar of zonder dat je het weet, wordt het gewoon verplaatst. En dan ben je eigenlijk een beetje de speelbal van die mensen daarboven ergens. Speelbal weet ik niet. Ja, dat is niet te hard gezegd. Maar ik bedoel meer, in hoeverre heb je het idee dat je daar minder controle hebt over hoe jouw werk er uiteindelijk uit komt te zien? Of verder misschien zelfs voor wat voor reden daar neer wordt gezet? Ja. Ja. En vind je dat ingewikkeld? Nee. Nee? Nee. Oké, waarom niet? Ja, ik vind het wel leuk eigenlijk ook. Ja? Ja, ik ben niet zo iemand die... Kijk, grote werken, dat doe ik dus dan ook al 24 jaar, mm-hmm. is samenwerken. En in samenwerkingen gaan er altijd dingen anders dan je gepland hebt. Ook in Nederland. En als je daar niet voor open staat en als je daar heel rigide in bent, dan krijg je niks voor elkaar. Word je een hele zure kunstenaar. Als je echt alleen datgene wil doen wat je... Mm-hmm. Die werken, wat mij betreft, gaan ook niet om dat detail. Of het detail per se. Het gaat wel om hoe je en wat voor materiaal je gebruikt en hoe je het gebruikt en hoe het in het algemeen eruit ziet. Mm-hmm. Maar dat er net even iets fout gaat of er anders uitpakt, dan moet je toch een beetje mee leren leven. En zeker in China. Dus, ja. En ik vind dat ook wel leuk, want ik leer daar ook weer van. Nou ja, ik breng dit nu ook omdat dit me overkomen is door COVID. Misschien is dat ook wel de reden hoor, dat het gebeurd is. Ik kwam dus bij de Rode Panda, die heb ik gemaakt. En die zou op een heel andere plek daar in die publieke ruimte daar in de buurt komen. En die stond ineens heel dicht op een pand. Niet goed. Dus dat heb ik gezegd dat het niet goed is. Dus misschien... En dat is dan ook weer een mooie van China. Staat hij over een paar maanden staat hij wel weer op de originele plek. Ja, dat zou kunnen. Dus het is niet zo hard. En nu je zoveel in Azië hebt gewerkt, kijk je dan anders naar de kunstwereld of de wereld van waar jij in je in bevindt in Nederland? Heeft dat je blik daarop veranderd? Nee, eigenlijk niet. Ik heb altijd gewoon mijn ding gedaan. En dat doe ik in China en dat doe ik in Nederland. En dat... Het is daar gewoon een klein beetje anders. Het is daar gewoon anders. En ook heel erg leuk. Maar ik heb net deze pissende ijsbeer gemaakt. Die staat in Amersfoort in de, mm-hmm. de grachtenzeiken. Ik vind dat geweldig om in Nederland... Taal is gewoon uiteindelijk... We hebben het over verhalen, herinneringen gehad. Hè, en verhalen mm-hmm. maken. Taal is toch wel key. Ik merkte dat ik afgelopen maand het heel vervelend vond dat ik gewoon heel slecht Chinees spreek. Ik mis gewoon heel veel humor. Ik mis gewoon heel veel gesprek. Of iets wat ik hoor, waar ik op in kan gaan. En dat is iets wat, waar ik aan kan gaan werken. Ja. En heb je ook, want je hebt natuurlijk ook dat mensen op een bepaalde manier jouw werk ervaren of zien. Heb je dat idee dat in Azië, dan maak ik het even heel generalistisch, of de plekken in Azië waar je werk staat, dat mensen daar anders naar je werk kijken? Of heb je daar dus eigenlijk geen idee van, omdat je zegt, ja, die cultuurbarrière of die taalbarrière is te groot? Ja, ze kijken daar anders. Ja. En weet je dat, waar dat dan in zit? Nou ja, hedendaagse kunst, daar hebben ze gewoon geen benul van. Ik heb ook een solo-expositie lopen in Shanghai, in een museum. En daar komen ouders met kinderen binnen en die denken dat het een speeltuin is. Dus die laten hun kinderen gewoon op werken klimmen. En ze posten staan er gewoon naast en die denken ook, ja, nou is gezellig, ziet er leuk uit. Dat gebeurt er. Maar in de openbare ruimte is er heel veel gras in parken en dan mag het publiek weer niet op. En dat is gewoon, dat weten de meesten ook wel. Want als ze één of twee toelaten, dan komen er duizenden over datzelfde grasveld. En dan hebben ze liever dat het gras er goed uitziet van ver af. Met een touwtje of een koordje eromheen. Dan dat je erop gaat. Dus eigenlijk is het eigenlijk andersom.
zeg je, de werken die in de buitenruimte staan, waarvan je denkt, ja, die zijn heel aanraakbaar, die zijn niet aanraakbaar. En de dingen in het museum wel, omdat ze niet snappen dat het een kunstwerk is. Ja, ja, daar kwam ik een beetje achter. Ik ben dus bij de Selfie Panda geweest. En die heb ik in de werkplaats gezien. Die heb ik ontworpen. Ik ben daar een paar keer geweest voordat die naar de plek ging. Maar die had je nog niet gezien in het echt. En nu ben ik er geweest en daar had ik heel veel zin in. En, en ik was daar en ik kon het niet laten. Ik ben erop gaan klimmen. En het was echt heel druk. Ik denk dat er wel 300-400 mensen waren die allemaal foto's aan het maken waren. En het is ook in het Panda Valhalla, hè, de laatste stad voor waar de bergen beginnen en waar de panda ook nog in het wild leeft. Dus de panda is daar echt ook een ding. Hè? Dus dat wordt uitgebuit. Ja. Overal panda. Als je daar al aankomt bij het station is het panda. En, nou, daar hebben ze een hele politiek omheen ontworpen, toch? Oh ja, een politiek die ontwikkeld is eromheen. Maar ik stond daar en je mocht het niet aanraken. Terwijl we dit werk hadden gemaakt van staal met geheugen. Dus stalen kabeltjes, 3 miljoen stuks, 1 voor 1 ingebracht. Ja. En als je die zou aaien, dan zou die terugkomen in zijnzelfde vorm, de vacht. En dat was geniaal. De bedoeld om aan te raken. Bedoeld om tactiel te zijn, om aan te raken. En toen kwam ik daar. Toen was er gewoon een hechtje voor geplaatst. Gewoon daardoor. Dat mensen daar niet dus op het gras konden stappen en dus ook niet het beeld konden aanraken. Nou, dat vond ik dus echt wel pittig om dat even te ervaren. Oké, slikken, maar de opdrachtgever was er ook bij. Mm-hmm. Daarna ga je uit eten en heb je het erover wat je wil. Yeah. En dat dit niet de bedoeling is. Maar goed, ja, maar wij zijn heel bang dat er ongelukken gebeuren. Dat de kinderen opklimmen en dan dat ze er afvallen. En één kind politiek in China, het kind is heilig. Al dat soort dingen worden aangekaart dan. Maar goed, ik vertelde dat ik erop ging klimmen. En dat heb ik gedaan. En dat was waanzinnig. Was er waanzinnig aan? Nou, dat je op je eigen werk stond? Ja, dat was het einde. Ik werd heel gelukkig. En waren er allemaal mensen die na jou daar ook op klommen of niet? Nee, maar er waren wel allemaal mensen die foto's van mij namen. En dat voelde een beetje raar overigens. Alsof ik een show aan het opvoeren was. Maar ik zat gewoon echt te genieten van het werk. En ik kon niet anders dan erop klimmen. Maar ik wist ook dat allemaal mensen mij zagen. Totdat ik hoorde in de verte... Fuck off! Get off that sculpture! En er waren een paar Chinezen en die trokken het heel slecht dat ik erop stond. Die dachten gewoon, dat is een of andere toerist. De biel die daarop klimt. Die klimt daarop. En toen, dat vond de gemeente weer heel erg vervelend. Die hebben toen iemand naar die personen toegestuurd om te uitleggen dat ik de kunstenaar was. Je hebt niet zelf met hun gevraagd? Nee, zeker niet. Nee. Ik heb gezwaaid. Ja. Ik ga er zo heel onnatuurlijk afsluiten, omdat we anders te lang voor de televisie bezig zijn. Kun je je voorstellen dat je steeds meer werk voor musea gaat maken? Of zeg je nee, ik blijf die ruimte zo interessant vinden dat daar blijft mijn focus liggen? Nee, ik heb nooit gezegd dat ik geen werk voor musea maak. Sterker nog, ik ben bezig met een gigantisch tof werk voor Groningen Museum. In een grote zaal. Volgend jaar is Kinderbiennale. En ik ga een heel tof werk maken. Dus dat museale is ook heel tof. Zeker omdat je dan echt over de huid kan hebben. Er ligt nog een enorme opgave ook qua environmental bezig zijn met de wereld. Ook als kunstenaar. Dus binnen, buiten het museum, overal. Oké. Dankjewel. Dan ga ik even afsluiten voor hier. Dit was Plein Publiek voor deze week. Over 2 weken zijn we er weer. Dan zit hier mijn collega Jan de Mosselman met essayist en schrijver Marja Pruis. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. En er komt nu het onofficiële gedeelte. Dank.